Suriname en India hebben een memorandum of understanding ondertekend om micro- en kleine ondernemingen in Surinames fruitverwerkende industrie te stimuleren. Met een investering van 1 miljoen Amerikaanse dollar voor machines en technische ondersteuning zal een nieuwe verwerkingsunit voor Marcusa en later andere fruitsoorten binnen enkele maanden operationeel zijn. Dit project versterkt de landbouwsector en biedt Suriname kansen voor economische groei en export. Suriname en China delen al jaren een sterke relatie, gekenmerkt door wederzijdse steun en gezamenlijke projecten. Op 4 november 2024 overhandigde de Chinese ambassadeur Liu Shenhua zijn geloofsbrieven aan president Chandrika Prasad Santokhi, wat de banden tussen beide landen verder versterkt. Shenhua sprak zijn eer uit voor deze taak en benadrukte het belang van de samenwerking op gebieden zoals handel, infrastructuur en duurzame ontwikkeling. De ceremonie markeert een nieuwe fase in de bilaterale relaties en biedt mogelijkheden voor verdere groei en welvaart voor beide naties. Ambassadeur Wendy Paulus Aminta, gestationeerd in Havana, Cuba, heeft op 1 november 2024 haar geloofsbrieven aangeboden aan gouverneur-generaal dame Cynthia Pratt in de Bahama's, waarmee ze de eerste niet-residerende Surinaamse ambassadeur voor de Bahama's is. Tijdens de ceremonie werd benadrukt dat de landen vriendschappelijke banden delen en samenwerken op gebieden zoals toerisme, klimaatverandering en voedselzekerheid. Voorafgaand aan de ceremonie vond overleg plaats over verdere samenwerking en ondersteuning van elkaars VN-kandidaturen.